Hallo, mijn naam is Sascha en vandaag gaan we kijken naar de Olympus Pen EP5, de opvolger van de alomgeliefde EP3. Meegeleverd wordt een accu, een acculader, een draagriem en een USB-kabel. De pen is zeer degelijk gebouwd, hij heeft een metalen constructie. Persoonlijk vind ik hem erg stijlvol uitzien. De eerdere pensen waren voorzien van een vervangbare grip. Dit is niet meer bij de EP5. Dit komt omdat de grip ook dient als WiFi-antenne. Vanwege zijn metalen bouw zou de WiFi-antenne in de body geen goede ontvangst leveren. Hierdoor was Olympus genoodzaakt deze in de grip te plaatsen en zodoende de grip niet vervangbaar te maken. Met de ergonomie heeft Olympus met een paar kleine aanpassingen grote sprongen genomen. Er bevinden zich nu twee wielen bovenop de camera die de bediening veel comfortabeler maken dan bij de EP3. Aan de achterkant bevindt zich het mooie kantelbare scherm. Ook dit is weer een touchscreen, zoals bij de EP3, maar gelukkig heeft Olympus ervoor gekozen om dit niet ten koste te laten gaan van het aantal knoppen en een conventionele bediening mogelijk gehouden. Dit werkt namelijk een stuk vlotter dan alle instellingen via touchscreen aanpassen. Waar het touchscreen wel echt te gek voor is, is het plaatsen van je focuspunt. Ik heb de camera nu een aantal weken kunnen testen en zodra het besef er is dat je een touchscreen hebt, gaat je duim automatisch naar het scherm toe om de autofocus te bedienen. Dat werkt echt heel erg snel. De EP5 reageert lekker vlug. Focussen en wegschrijven op de kaart gaat snel en zorgt niet voor frustratie. Zoals het hoort dus. De beursfunctie gaat tot 9 frames per seconde en filmen doet hij uiteraard in Full HD. Hij heeft een 16,1 megapixel LiveMOS sensor en een TruePix 6 processor voor ruisvrije beelden bij hoge ISO-waarden. Tevens beschikt hij over een vijfassige beeldstabilisatie die in de body zit. Hierdoor heb je met iedere lens beeldstabilisatie. De beeldkwaliteit is echt uitmuntend, zelfs met de kitlens voor. Die voelt niet alleen goed en degelijk aan, maar schiet ook nog zeer scherpe beelden. Laten we kijken naar wat foto's geschoten met de EP5. Met de EP5 zet Olympus een waardige opvolger neer voor de o zo geliefde EP3. Het is geen wereldveranderend model, maar dat hoeft ook niet, want het is gewoon echt een hele goede camera die prachtige plaatjes schiet. Zie jij jezelf ook al rondlopen met de Olympus Pen EP5? Bestel hem dan op werkdagen via Coolblue. En je hebt hem de volgende dag al in huis. Ik bedank je voor het kijken en tot de volgende keer.